Goedemorgen. Dat kan niet meer. Het is 11:30. En ik heb ontbeten. Laatst soort van ontbeten. Een soort van havermout. Maar daar heb ik maar een heel klein beetje van op. Want het was wel lekker, maar dat was ook weer niet lekker. En hier tegenover is een koffiehutje. Dus daar gaan we wat eten volgens mij. En vandaag gaan we naar Soho en naar de Tower Bridge en naar de M&M store van mijn moeder. En we eigenlijk aan het doen gaan doen. En we wilden net weggaan. We wilden bijna weggaan. En ik was even vergeten om dat good morning te zeggen en zo. We zijn hier in een tentje genaamd Costa Coffee en daar hebben we dit. Wat heb ik? Mocha latte. Ja. Mocha latte macchiato. En zo'n cornflakes, weet ik veel. Cornflakes crunch volgens mij. Ja. En jij zo'n granola bar en een medium. Medium cappuccino. Die is een beetje extra large. We zijn nu in Chinatown en het ziet er echt Chinees uit. Het ziet er echt. En je hebt de poort. En zo. Ja. We zijn in de M&M. Oh, we zijn in de M&M. Nee, we gaan naar de M&M store. Dat is 3 minuten lopen hier vandaan. Super. En dat schijnt super te zijn. Oké, we zijn nu in de M&M store. Dit is bij. Oh, hij staat niet scherp. Alles is met M&M's. Kijk, zet je dat zien. Kijk, daar hebben ze allemaal M&M's. Allemaal M&M's. Zo vet, en je hebt echt 3 verdiepingen. Echt niet normaal. We gaan M&M's personalizen. We gaan. Tessel is bijna jarig. Nee, die is jarig. Nee. Die is een feestje. En nu gaan we allemaal, zeg maar, op die M&M's zetten we dan Tessel 11 jaar en happy birthday en al dat soort dingen. Kijk hier, deze design. Oh, ik zag niet. Tessel 11 jaar, happy birthday in Londen en een cake. En die komen dan op deze M&M's. Dus dat was super, super vet. We zijn weer bij die Whole Food Marketing en ik heb zo'n maaltijdje met dit. We wouden er net een ei. We wouden er net een ei. Hebben we gekookt met magatron. En we wouden alleen het geel. Ik wou in ieder geval alleen het geel. En zo sneeuw we hem open en toen ontplofte die. En je zat toen helemaal onder, nu niet meer. Maar helemaal onder het geel. We gaan nu naar de grootste speelgoedwinkel van Londen. Ja. Toch? En dan kan je alles uittesten. Dus dat is super leuk. Zo druk hier. Boom. Hier nagellak. Sorry. En die hondjes, kijk dan. Wow. We zijn weer thuis en het regent echt best wel hard. En we hebben bij die supergrote winkel, hebben we Hemlies, ja dat. Hebben we, hoe heet het? Mystery? Ik weet het even niet hoe het heet. Maar het is heel super vet. Een UFO. Nee, dat was het andere. Oh, ja. Wow. Ze maken een beetje zo lief op iedere keer. Ja. Het was echt een oplichting, zeg maar. Want kijk, je had het ding. En dat ding zou dus dan met het dingetje dat dan hierin zou zitten. En dan achter je oor. Dat het met elkaar verbonden was. En dat hij daardoor kon vliegen of zo. En dat je alleen je hoofd moest kunnen bewegen. Maar dat was dus niet zo. Dat is dus gewoon met een onzichtbaar draadje. Dat je dan met die andere hand gewoon dat ding kan bewegen. Dus morgen gaan we terug, toch? We gaan nu naar de Tower Bridge toe, want die schijnt dus er super leuk uit te zien.
in het donker. Dat was het toch? Ja. En daarna gaan we wat eten. Ja. Want het is nu pas 8 uur, maar het lijkt echt veel later op de een of andere manier. Ja. We zijn toch ergens anders naartoe gegaan. Want... ja. Gewoon. En hier zijn ook de winkels. We zijn er net in het nu al geweest en nu zijn we hier in de Adelaarswinkel. We zijn nu in een restaurantje en die heet, hoe heet die? Bella Italia. Dus het is een Italiaans restaurantje. Het ziet echt super gezellig uit. Dit heb ik. Ik heb pasta pesto. Oh yeah. Er zat eerst kip bij, maar dat heb ik niet genomen. Ha. En jij hebt een pizza margherita, toch? En een salade. Het is nu, hoe laat is het nu? Mam? Hoe laat? Half elf. En wij gaan slapen. Ja. Dat gaan wij doen, dus. Morgen is de laatste dag dat we hier zijn, jammer genoeg. En dat ga ik ook vloggen. Dus morgen wordt de laatste Londen vlog die jullie zien. Welterusten. Doei.